Partner van TVL Sport Arena is Bloemenhuis het Kwekerieke. Welkom terug in de Sportarena. Ik zit op mijn favoriete plekje aan de bar. Achter mij nog steeds de club van de week, TC Venlo. Yeah. En hier aangeschoven de linkeropbouwer van de Lions, Roel Adams. Roel, welkom. Ik zeg het goed, linkeropbouwer betekent rechtshandig, hè? Klopt. Ja. Vorige week tweede finale duel tegen Volendam, waarin jullie de stand gelijk hebben getrokken. 1-1. Morgen het beslissende duel. Toch zit jij hier redelijk ontspannen. Ja, dat klopt. Ik denk dat wij dusdanig mooie overwinning hebben geboekt dat we ook wel een beetje vertrouwen mogen hebben. En ja, wat mij betreft kan die wedstrijd nu beginnen. Ja, dat gevoel heb je altijd als je belangrijke wedstrijd. Dat duurt te lang, of niet? Ja, een week is dan heel erg lang. Zeker als je net een goede pot hebt gespeeld en kan de volgende tegenstander liefst morgen wel komen. Ja. Het was heel belangrijk voor jullie dat jullie hem wonnen, want anders waren jullie heel simpel gezegd uitgeschakeld als Volendam kampioen. Maar het is ook belangrijk, jullie hebben een aantal keren tegen Volendam gespeeld, een heel aantal keren dit seizoen. Altijd goede wedstrijden, altijd goed partij kunnen geven. Meestal in jullie voordeel, maar jullie scoorden niet. Altijd aan het kortste eind getrokken en zondag was die ommekeer. Ja, dat klopt. We hebben, ik geloof, 4 keer met 1 doelpunt verloren in de competitie en in de play-offs en de bekerfinale. En 1 wedstrijd, toen we allebei geplaatst hadden voor de finale, hadden wij dan gewonnen. Maar dat ging duidelijk nergens meer om. Maar het was voor ons heel belangrijk, mentaal voor de ploeg, dat we ze gewoon een keertje konden overwinnen als het echt om de knikkers ging. En dat is nu dus gelukt in de tweede finale wedstrijd. Wat doet dat dan met zo'n ploeg? Want jullie hebben een hele jonge ploeg. Jij bent volgens mij als 30-jarige de oudste zelfs. Ja, een van de oudste. Is Tim nog ouder? Tim is een paar maandjes ouder. En, Tim Mullens hebben we het dan over de linker hoekspeler. Ja, en Martijn Riebroek is natuurlijk nog iets ouder dan wij allebei. Dus een brok ervaring tussen al die jonkies. Wat doet dat met zijn ploeg? Ja, stuiteren die jonkies door de hal? Nou, dat sowieso. We hebben jongens die ontzettend veel trainen en heel fit zijn. En die dit seizoen ook weer ontzettend gegroeid zijn. Ik heb dit seizoen pas voor het eerst meegemaakt, maar die daar echt voor gaan. En dan heb je natuurlijk ook een paar jongens nodig die al wat mee hebben gemaakt. Marco Pejovic natuurlijk ook. En Juri Verns, die misschien niet meer bij de allerjongste hoort, maar toch gewoon al heel veel ervaring heeft. En dat brengt mooi evenwicht in de ploeg. Ja, het is ook mooi om te zien dat de jonkies het, wat je net al zegt, goed oppakten. Die aansluiting vinden, de opleiding doet zijn werk. Ja. Jullie zitten dichter bij Volendam als ooit. Is het genoeg om die finale morgen te winnen? In Volendam, even voor de duidelijkheid. Ja, dat moet je niet vergeten. Het is natuurlijk, het zal een hele zware uitwedstrijd worden. Maar ja, als wij spelen zoals wij zaterdag gespeeld hebben, dan hebben we gewoon een hele goede kans. En wat houdt dat in, spelen zoals we zaterdag gespeeld hebben? Nou, hebben we echt met veel agressie gespeeld, met heel veel wilskracht. Ik denk dat wij meer wilden winnen dan Volendam, dat je dat eraan afzag, dat we gretiger waren. En misschien ook wel een beetje meer dogenlozer dan Volendam. En dat heeft ons de overwinning nu eindelijk gebracht. Volendam is natuurlijk een ploeg die al een jaar of 8 eigenlijk de Eredivisie domineert. Ja, het klinkt heel stom, maar daar word je op een gegeven moment ofwel moe van of je bent er klaar mee omdat je ploeg uit elkaar valt. En ik denk dat we nu op een breekpunt aankomen wat betreft Volendam. En dat wij echt klaarstaan om daarvoor in de plaats te komen. Laten we het hopen. Limburg kan wel een top succesje gebruiken. Ja. Het leuke van de finale, dus ik vind dat leuk, is je broer handelt aan de andere kant mee bij Volendam. Ja, dat klopt. Veel ge-sms de afgelopen week, of elkaar veel gesproken. Hoe gaat dat? Nog samen gegeten misschien? Ja, vandaag toevallig. Ja? Ja, nee, het is heel apart. Het is het eerste seizoen dat ik het meemaak. En kijk, in de competitie is het wel leuk om tegen elkaar te spelen. Maar dan denk je toch, heb je in je achterhoofd, dit is geen finale. Maar nu in de finale tegenover elkaar staan, is heel speciaal. Ja. Is dat nog iets extra's dan tussen de broers? Extra elkaar proberen te raken, prikkelen? Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat we, ook in de wedstrijd niet, als je voorbij loopt? Mam kookt voor mij toch lekkerder of zo? Nee, we hebben allebei dit weekend een mooie overtreding op elkaar gemaakt. Dus er is geen angst. We gaan gewoon de duels normaal aan. Alsof het met iedereen met een andere speler zou zijn. Pap en mam zijn neutraal? Ja, zijn zelfs maar wel Limburgs nemen gaan.
Ja, ze zijn hartstikke Limburgs. Ja, dan is dat neutraal ook tot het... Ja. Nee, ze zijn tot de provinciegrens. Ja, ze hadden zelfs de afgelopen twee wedstrijden ze shirts gemaakt die ze in de horizontale richting hadden doorgesneden. Met één helft oranje en één helft blauw. Dus, ja. Morgen die finale. Voor jou, de laatste wedstrijden, sta je eigenlijk als vernauwdste speler. Maar je hebt geen lekker seizoen gehad. Nee, ik heb een lastig seizoen gehad door blessures. Vooral aan mijn schouder en het laatste stukje ook aan mijn lies. Maar ik ben nu op tijd fit voor deze wedstrijden. Dus, Moeten die wedstrijden eigenlijk ook jouw seizoen gewoon goed maken? Voor jouw gevoel? Alle blessureleed kunnen vergeten en gewoon nou die titel pakken? Ja, daar ben ik niet zo erg mee bezig eigenlijk. Ik ben gewoon blij dat ik nu eindelijk een keer een paar wedstrijden heb kunnen spelen zonder dat ik ergens aan moest denken, zonder dat ik moest oppassen of pijn had of weet ik veel. En dat is gewoon een lekker gevoel. En ik ben gewoon blij dat ik er nu kan staan en de jongens kan helpen. Ja, zo zie je dat. Die jongens helpen, 30 jaar. Ja, zo is het wel. Ja. Jullie hebben een fantastische groep. Wat gebeurt er als jullie morgen die titel zouden pakken? Nou, dan zal er een klein feestje zijn. Ja, ik denk echt, als dat, wanneer dat gebeurt, want ik ben er echt van overtuigd dat we sterker zijn morgen dan. Dan gaan alle remmen los. Dan gaan alle remmen los. Ja, het was afgelopen zaterdag al echt een explosie van vreugde in de hal. Ook de hele ambiance, het was uitverkocht, extra tribunes, alles. En die eerste belangrijke overwinning op Volendam. Dus als we dat zondag kunnen halen, dan... Hoeveel supporters gaan er mee? Er zijn maar 200 kaarten. Ja, dat was ik al bang voor. Dus dat is andersom natuurlijk ook zo. We hebben veel vragen gekregen. Waarom is het een beslissende wedstrijd in Volendam? Maar het heeft met de stand van de competitie te maken. Hè? Ja, het heeft met de stand van de competitie te maken. Volendam heeft de reguliere competitie gewonnen. Wij waren tweede. Van de andere kant hebben wij de play-offs gewonnen. Maar er is eigenlijk geen echte regel voor. Het is een soort gentleman's agreement dat degene die de competitie wint het thuisvoordeel heeft in de derde en beslissende wedstrijd, mocht die nodig zijn. Dus die is in Volendam dit jaar. Wij gaan morgen gewoon, wij Limburgers gaan morgen gewoon die titel pakken in Volendam. We gaan een fantastisch feest maken. Houden we ons team, de Lions, een beetje bij elkaar volgend seizoen. Blijf jij bijvoorbeeld? Ik blijf. En met mij volgens mij 95% van het team zoals het nu staat. En met die laatste 5% zijn ze nog bezig. Dus als alles zo gaat zoals we hopen dat het gaat, hebben we dezelfde groep volgend jaar. Er gebeurt iets moois daar in Gelein. Dat kun je zeggen. Heel veel succes en heel Limburg staat achter jullie. Dankjewel. Applaus voor Roelaren. Ja, ik schuif aan tafel aan bij Tom Dumoulin. Tom, welkom. Tom, heb jij al eens gehandbald? Stomme vraag. Nooit. Op de middelbare school, maar voor de rest nooit. Nee. En geen favoriete positie toen al? Want dan was het waarschijnlijk in de gymles te kort voor. Nee, ook niet serieus genoeg. Dus nee. Nee. Wielrennen, vanaf wanneer deed je dat? Vanaf mijn 15 ongeveer, ja. 15, en hoe is dat begonnen? Hoe is die... Nou, ik heb altijd gevoetbald. Ik heb 8 jaar bij Leonidas in Wolder gevoetbald. Oké. Okay. En daarna was het tijd voor iets anders. En het enige wat ik nog goed kon was heel hard rennen. Dus dan ga je automatisch naar de atletiekvereniging. Maar dat sprak me toch niet helemaal aan. En, ja, toen kwam ik uit bij wielrennen eigenlijk. Niet ingegeven door familieleden of zo. Gewoon een keer eens gaan proberen en het bleek leuk te zijn. Ja. Een fiets gekocht en eens gaan fietsen. Ja, precies. Ja. Toen bij de club. Jij bent nog steeds pas 22. En aardig op de goede weg. Lid van Argos Shimano intussen. Heb de goede tijdrit. Je kan aardig uit de voet in de klassiekers. Heb je eigenlijk een toekomst ook voorspeld als ronde renner, maar ik begrijp al dat je daar altijd... Ja. Denk, je bent 22, waar kun je dan al staan in de wielerwereld? Tegenwoordig, nu toch, dan beginnen we toch weer een beetje over doping. Maar nu de dopingperikelen hopelijk een klein beetje achter ons liggen, steeds vroeger. Dus je zag dat vroeger echt niet mogelijk was om voor je 25e mee te doen in uitslagen. En tegenwoordig zie je aan heel veel jongens en ook aan mij dat dat gewoon wel mogelijk is. Dus tegenwoordig op je 22e, Sagan is even oud als ik. En die is bekend als sprinter. Ja, die wint al heel wat wedstrijden. Dus het is wel mogelijk tegenwoordig. Ja. Ja. Je hebt de Ronde van België heel succesvol gereden, 5e plek. En als je dan ziet wie boven jou eindigt, terwijl er meer nog in had gezeten. Die boven jou eindigen, dat zijn echt de toppers uit het peloton. Ja.
Je wordt daar tweede in de tijdrit. Ja. Achter de absolute topper op tijdritgebied, Tony ja. Martin ja, van, uit Duitsland. De huidige wereldkampioen ook. Ja. Ja. Wat zegt jou dat? Ja, daar was ik natuurlijk wel heel blij mee. Zeker die tweede plek in de tijdrit. Ik bedoel, ja, Tony Martin is natuurlijk al een beetje op dat niveau, of in ieder geval op dat gebied van een andere planeet. En volgens mij heeft hij nog de laatste paar jaar al bijna niks meer weggegeven op dat onderdeel. Dus ja, dan heb ik dat maar gevierd als een overwinning. Dus. Ja, want je reed in aanmerkelijk slechtere weersomstandigheden als Tony Martin ook nog eens. Ja, hij reed ook wel in de regen, maar ik kreeg inderdaad net de volle laag over me heen. Dus ja, je zou wel kunnen zeggen dat ik de slechtst mogelijke omstandigheden had. Maar goed, ja, anders had ik hem ook niet geklopt. Hoor. Ben je verbaasd dat je zo goed rijdt? Nee. Dat train je hard genoeg voor? Ja, ik train er hard voor en... En het gaat elke keer een stapje beter eigenlijk. En ik sta. Ik heb één moment, 2 of 3 jaar terug gehad, dat ik verbaasd was van mezelf. Maar daarna is het eigenlijk. Waar was dat? Toen was ik voor het eerst meegegaan met de nationale selectie naar Portugal. En toen won ik meteen die wedstrijd. Ja. Dus dat was wel een grote verrassing. En daarna is het eigenlijk steeds een stapje beter gegaan. Dus heb ik me in die zin niet meer zo verbaasd. Ja. Nee. Jij bent volgens mij een wielrenner die zich ook wil specialiseren. Ja, iedere wielrenner wil dat natuurlijk, want specialisatie betekent meestal meer succes dan allround blijven. Maar ik heb misschien wel het probleem dat ik wel juist vrij allround ben van nature. Dus ik ben wel op zoek van wat kan ik nou net iets beter en wat kan ik nou net iets minder. Maar tot nu toe is het, nog zoeken. Ja. In het begin van het jaar, echt in januari, quote ik jou, Tom Dumoulin wil in voor- en najaar pieken. Oh, is dat zo? Heb ik dat gezegd? Ja, voor de collega's van de LA. Oké. Ja. Dus toen, daarna ben je gevallen, geblesseerd geraakt. Ja. Kwam sneller terug als verwacht in de Amstel Gold Race. Ja. Hoe kijk je daar nou tegenaan? Nou ja, normaal kun je seizoen in maximaal 3 pieken indelen. Dus dat zou eentje in het voorjaar zijn, eentje in de zomer en eentje in het najaar. Dus dat is eigenlijk het plan geweest. En tot nu toe niet helemaal succesvol uitgepakt, omdat ik natuurlijk viel voor mijn eerste piek. Maar goed, ik hoop nu mijn tweede piek te bereiken. En hoop ik nu in ieder geval goed te gaan presteren. Het tijdrijden gaat je goed af. Ik had het net over specialisatie. Ja, je bent daar wel extra mee bezig. Ja. Door de meeste renners die in het peloton mee rijden, die hebben zoiets van die tijdrit, die doen we mee. Maar... Dat is natuurlijk wel zo. Ik weet dat tijdrijden is natuurlijk één van mijn specialiteiten. En ik ben van nature vrij allround, maar dat weet ik sowieso dat ik dat al goed kan. En dan ga je natuurlijk daar ook aan werken. En ik ben deze winter toevallig in San Diego geweest bij onze sponsorveld om in de windtunnel aerodynamica tests te doen op de tijdritfiets. En dat was al heel indrukwekkend om een keer te doen. En voor de mensen die nou kijken, die denken hij is in Amerika geweest in een windtunnel, we hebben hier in Nederland zoveel wind. Kun je heel kort uitleggen wat dat inhoudt? Er is er toevallig ook eentje in Londen en eentje in Frankrijk. Maar wij gingen daar naartoe omdat onze fietsensponsor daar zit. Ja. Vandaar Amerika. Maar een windtunnel is eigenlijk alle omstandigheden gelijk houdende tunnel. Dus met een constante wind. Waardoor je dus kleine verschillen in positie en aan de fiets en in de helm en weet ik wat allemaal kun je gaan testen. Omdat alle omstandigheden hetzelfde blijven. Als je hier op de weg natuurlijk gaat trainen in de wind, dan die wind die draait en die verandert. En er rijden auto's langs. Dus daar kun je weinig over zeggen. Maar in zo'n windtunnel is het gelijke omstandigheden. En dan kun je de rest dus testen. Dus je test dan de ideale positie op de fiets en de ideale materialen om een tijdrit mee te rijden. Ja, precies. Ja. Ja, daar heb je nou iets van geleerd voor jezelf? Nou ja, het is... wij rijden tegenwoordig allemaal met een wattagemeter op de fiets. Dus wij kunnen zien hoeveel kracht we op de pedalen zetten. En in de tijdrit is het natuurlijk belangrijk om ten eerste zo veel mogelijk kracht op de pedalen te zetten. En ten tweede, de aerodynamica zorgt er weer voor dat je minder kracht nodig hebt met dezelfde snelheid. Nou, volg je me nog? Niet helemaal, maar... Maar goed. Nee, maar onze aerodynamica is belangrijk omdat we dan... met minder kracht even hard rijden. Ja.
Dat is geloof ik ook het verschil tussen jou en Tony Martin wat je aangaf. Begrijp ik het dan goed? Ja, jij moet net iets harder trappen als hem omdat je iets groter bent. Ja, hij heeft een groot voordeel dat zijn schouders vrij smal zijn. En ik heb, voor een wielrenner heb ik nogal brede schouders. Dat valt natuurlijk allemaal, is natuurlijk allemaal relatief. Maar goed, voor een wielrenner heb ik redelijk brede schouders. Dus ik moet al snel. Ik kan nooit zo aerodynamisch zitten als Tony Martin. Dus dan moet ik meer kracht wegduwen. En nu kan ik dat nog niet. Nou, heb jij kans als 22-jarige dat je naar de Tour de France mag? Ik vind dat redelijk uniek, dat een 22-jarige. Ja, je gaf het voordeel van Sagan, maar het zijn de uitzonderingen. Ik denk dat ik een van de jongsten ga zijn als ik naar de Tour ga. Ja. Als je gaat, met welke ambitie ga je dan? Van echt leren? Of denk je, ben jij iemand die zegt van, hey, als ik ga, dan wil ik ook eens kijken hoe ver ik voor die witte trui kom? Nee, dat sowieso niet. Dus ik ga daar sowieso niet naartoe voor het klassement. Ik denk dat ook niet realistisch is, omdat ik natuurlijk in de hooggebergte niet zo sterk ben. Tot nu toe nog niet. Eerste doel zal inderdaad zijn ervaring opdoen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste doel van mij en ook van de ploeg, als ze me daar laten rijden. En ten tweede hebben we natuurlijk twee hele goede sprinters. Degen, Kolp en Kittel. Precies. En daarmee willen wij een etappe winnen. En liefst nog meerdere. Dus daar ligt een taak voor jou om die uit de wind te houden richting de finale. Precies, ja. Dat wordt Knecht. Dat wordt Knecht, ja. Samen met Roy Curvers trouwens uit Halen, die dan waarschijnlijk ook erbij zal zijn. Betekent dat ook dat jij die tijdritten in de Tour, dat jij die wel aangrijpt om jezelf te meten? Als ik start, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar goed, als ik zou heel gaan, Limburg dan... Heel Limburg hoopt natuurlijk dat precies. We Poels, Curvers en jou in de Tour hebben. Ja, misschien ook nog Robbie, maar Robbie Ruig. Maar, ik had vandaag, of deze week begrepen uit de krant, dat waarschijnlijk niet gaat worden. Oké, ja, in ieder geval dan met z'n drieën hopen we natuurlijk allemaal aan de start te staan. En dan zou ik me zeker wel willen testen in de tijdritten. En daar krijg ik ook van de ploeg alle ruimte voor. Heel mooi. We hebben natuurlijk nog eerst het NK wielrennen in Kerkrade, de ploegen. Maar jij doet ook mee NK tijdrijden in Winsum. Mm-hmm. Waarom is dat ergens anders? Geen idee. Vond ik heel apart. Dat vind ik ook heel apart. En waarom moet het ook helemaal in het allernoordelijkste puntje van Groningen zijn? Maar waarom kan het niet in het midden? En in het diepe zuiden. Ja, precies. Misschien is het een goed plan om dat een keer in het midden te doen. Allebei. Ja, nou, of gewoon alles in Limburg. Lijkt me ook, wel gezellig. Ook beter, maar, Ambities bij het NK? Want het is natuurlijk drie ploegen tegen elkaar daar. NK tijdrijden komt natuurlijk eerst op woensdag dan. En daar heb ik wel echt ambities voor om sowieso podium te rijden. En dan zien we vanuit daar wel of... ik ga gewoon zo hard mogelijk rijden en dan zien we wel waar het eindigt natuurlijk. En NK Weg wordt natuurlijk tussen de drie Nederlandse ploegen wordt dat wel een tactisch leuk spel. Ja. Je kan je oude werkgever naaien weer, hè, Rabo? Ja, ik weet niet of ze daarmee genaaid zijn, hoor. Maar ze willen natuurlijk graag winnen wat nu Blanco is. Blanco, ik mag helemaal niet meer die naam zeggen. Dat is nu Blanco. En die hebben natuurlijk de meeste renners en ook in principe de beste renners. En die gaan natuurlijk... Het is meestal alles tegen Blanco. Dus dat wordt leuk. Tom, laatste vraag. Waar denk je dat je zelf over 5 jaar staat? Ik weet een moeilijke vraag. Waar wil je staan over 5 jaar? Waar wil ik staan? Nou, ik hoop natuurlijk mijn tijd er dan nog meer verbeterd te hebben. En ik hoop mee te gaan doen in de klassiekers. Dus de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Heel mooi. Ik wens jou heel veel succes. Dames en heren, kijk nog één keer heel goed. Tom Dumoulin, ik zeg, we gaan hem zien in de Tour. Waarschijnlijk met het Nederlands kampioenschap al heel prominent. Heel veel succes nogmaals. Tom Dumoulin. En dat betekent dat wij hier de zaak gaan ombouwen voor ons kickstartspelletje. Ik zei het al, kickstart met Roel Adams en Tom Dumoulin. De handballer tegen de wielrenner. Heren, wie gaat beginnen? Ik wil wel beginnen, hoor. Ja, jij pakt alles gelijk in eigen handen. Tom, succes. Om en om gaan we schieten. 3 pogingen. Tussenstand nog heel even geven. Aan kop nog steeds Aziz Kaluta van Fortuna Sittard. Vorige week een nieuwe nummer 2, Edwin Linssen. Als er vanavond niks verandert of volgende week, dan hebben we 19 juni de finale. Mensen, dat hopen wij dat we de finale hier kunnen hebben.
Tom, heel veel succes. Ik ben benieuwd hoe jouw voetbalcarrière je gebracht heeft. Kijk, 90 punten. Super! Dan zie je dat die techniektraining van Leonidas toch terugkomt, Tom. De beurt is aan Roel Adams, Lions. Kijken wat voor weekend het gaat worden. Nou, laten we dat niet vastmaken aan mijn voetbalkwaliteiten. 80 punten, netjes! Netjes! De beurt is weer aan Tom, nek aan nek. Kijk, 80 punten erbij, netjes! Roel die denkt, ik ga helemaal dat bultje uit de weg, gelijk heeft hij. De gelijkmakende beurt, Roel. Jo. 110, 30 punten erbij. Tom, 170, 110. Dat betekent 50 punten en je hebt in ieder geval de dagwinst. Oeh, Tom maakt het spannend. Het geluid eruit, de bal erover. Hij blijft op 170. Dat betekent, de druk is groot, maar de kansen zijn volop aanwezig voor de Lions. Ja. Voor Roel Adams. Hij doet het! 80 punten erbij. Kom erbij, Roel. Ja, Roel, gefeliciteerd met de dagwinst. Tom, jij hartstikke bedankt dat je vandaag in ons programma was. Geldt natuurlijk voor iedereen vandaag hier. Tom, heel veel succes in de Tour. Jullie morgen, toi, toi, toi. Laat Gelijn op kop staan, zou ik zeggen. De Club van de Week, TC Venlo, hartelijk dank. Volgende week zijn wij terug met een nieuwe sportarena. Daar schuiven Dirk Marcellus en Huub Stevens aan. En doen dat samen met Sabrina Stultjes. Ik verwacht u dan ook weer. Fijn weekend en tot volgende week. Hoi! Partner van TVL Sport Arena is Bloemenhuis het Kwekerieke.